Ik heb ruim 40 jaar gedoceerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerst 20 jaar stadssociologie en vervolgens 20 jaar bestuurskunde. Daarnaast heb ik aan de Academie van Bouwkunst in Maastricht een 26-tal jaren gedoceerd in de avonduren. Dus ik heb generaties stedenbouwers en architecten mogen opleiden. Ik heb allerlei organisaties in de landen, zoals de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, maar ook het Nationaal Restauratiefonds, het Nationaal Contact Monumenten, inmiddels ook weer een andere naam. Die heb ik jarenlang geadviseerd en ik heb voor die organisaties ook meer dan 20 jaar cursussen mogen verzorgen op het gebied van de monumentenzorg en op het gebied van de welstandszorg. Ik ben op het ogenblik bezig om een opdracht van 2008 jaar van het religieus erfgoed, het strategisch plan te schrijven voor het religieus erfgoed. Met andere woorden, ik ben iemand die gedurende zijn leven actief betrokken is geweest bij alles wat te maken heeft met de zorg voor de natuurlijke en voor de gebouwde omgeving. Omdat ik naast mijn ordinariaat in Nijmegen ook nog in Tilburg een ordinariaat op gebied natuur- en milieuvraagstuk heb gehad. Met andere woorden, ik heb niet stilgezeten. Ja, afgaande op het aantal wetenschappelijke publicaties heb ik zo'n 60-tal boeken gepubliceerd en ruim 500 wetenschappelijke tijdschriften, van ongeveer een stuk of 80 in internationale tijdschriften. Ik sta hier eigenlijk op een fantastische plek. Ik herinner mij dat ik een aantal weken geleden met fiets vanuit Zwolle ben gekomen, dat ik daar langs de dijk de IJssel ben gereden en dat ik daar het veer heb genomen, het pontje heb genomen, wat een buitengewone charme heeft. En van daaruit via deze uiterwaarden naar Hattem ben gekomen. Wat ik mij herinner is het prachtige stadssilhouet. De manier waarop het stadje zich als een autonoom geheel daar manifesteert. En hoe de hele nederzetting in feite bepaald wordt door de Nederlands Hervormde Kerk, die toch als verticaal accent in het beeld heel erg dominant is. Maar van de andere kant ook de hele compacte vorm van de stad binnen dat op zich toch weidse landschap. En toen ik hier dichter naartoe kwam en ik in de buurt kwam hier van de binnenpoort, bij de noordwal hier, toen kwam bij mij meteen het beeld op van een soort prototype van een middeleeuwse stad. En ik was eigenlijk tegelijkertijd aan het zoeken naar de pre-stedelijke kern, waar restanten aanwezig waren van de voormalige burcht, die er ongetwijfeld geweest moet zijn, waar aan de voet van die burcht die stad zich ontwikkeld heeft. Met alle daarbij behorende elementen, zijn verdedigingselementen, zijn stadspoorten, zijn weertorens, zijn hoektorens, maar ook zijn interne opbouw met zijn stratenpatroon, met de ligging van de kerken, de verschillende kerken moet ik zeggen, de andere stedelijke gebouwen als stadhuis bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld het Waaggebouw. Dus in dat opzicht moet ik zeggen dat Hattem een heel compleet stadje is, dat eigenlijk alle karakteristieken heeft van een middeleeuwse stad en in zijn verschijningsvorm ook nog de charme oproept van een dergelijk type stad. Een beruchte element zou ik bijna zeggen aan de rand van een historische binnenstad is hoe je met name aan de zijde waar de confrontatie tussen bebouwing en het open gebied is, hoe je daar met de bebouwing moet omgaan. Wat je hier ziet is een poging om in het patroon van de daken en de dakvormen een toevoeging te plegen die weliswaar qua hoogte van de kappen, qua vorm van de kappen en qua materiaalgebruik een verwantschap heeft met de daarbij behorende bebouwing. Maar aan de andere kant ook weer karakteristiek is voor een enigszins structuralistische invulling met misschien af en toe toch wel wat zware elementen. En die zware elementen zijn vooral dan die uitbouwen die hier plaatsvinden en dan ook die onderstel waarop die uitbouw gesitueerd is. De dakvorm krijgt daardoor een wat bescheiden karakter. Ik zelf heb het gevoel dat het kan binnen het geheel. Het is niet iets waar ik overdreven enthousiast over ben, maar ik vind het wel iets dat na een aantal jaren zich toch redelijk gevoegd heeft binnen deze stadswal en op dit ogenblik niet meer als een echte dissonant gezien kan worden.
Kijk, dit vind ik toch een fantastisch gebouw. Hè. Vertoont enige verwantschap met Sassepoort ook in Zwolle. Het is een prachtige toegangspoort. Je ziet dat het onderdeel vormt van een wat groter geheel. Want hier is een voorpoort geweest, is een verbindingsweg geweest. Die muur, die moet de verbinding gevormd worden. De poort zelf, daar kun je aan de bouwsporen zien dat daar toch behoorlijk aan gerestaureerd is. Het is een rechthoekige toren met naar boven toe uitkragend een viertal spietorentjes. Met een mooie onderdoorgang met het wapen van Gelre daar aangegeven. Maar je ziet in de bouwsporen dat er het nodige mee gebeurt. Dus het onderste deel, het oudste, een restauratie wat heeft plaatsgehad. En daarbovenop kun je duidelijk zien een nieuwere toevoeging die waarschijnlijk enigszins geromantiseerd is, ingevuld met de kapjes die daar bovenop zitten en ook met het schilddak wat zich daar bovenop bevindt. Maar op zich natuurlijk een buitengewoon charmante manier om een stad tegemoet te treden en ook heel goed passend binnen het geheel. Kleine onderdelen, maar ja, dat zijn misschien van die aspecten waar ik erg alert op ben. Dat is bijvoorbeeld de verkeersborden die daar toch te dominant in het totale beeld zijn. Uiteraard moeten dit soort dingen aanwezig zijn, maar in het algemeen vind ik ze nogal storend zo direct tegen een monumentaal pand op als hier deze poort. Als je de poort bekijkt, is heel mooi. De sleuf die hier aanwezig is, de zogenaamde Armeisleuf, waar het hekwerk omlaag kon komen. Dat is een prachtig detail, is ook nog heel gaaf in zijn vorm. Hier ook nog de hengsels voor de stadspoorten. Ook herinneringen zie je ook aan die kant van waar de poorten waren opgehangen, boven en daar in het midden. Wat voor Hattem natuurlijk heel erg belangrijk is, dat is het stratenpatroon dat in feite nog op het stramien van de middeleeuwen is gebaseerd. En dat stratenpatroon is goed herkenbaar en beleefbaar zoals in een middeleeuwse stad gebruikelijk was. Was vanuit iedere plek waar de stad binnenkwam was het een kwestie van doorlopen en je komt uiteindelijk terecht op de plek waar het publieke leven zich afspeelt. Dat is de markt waar velen al ook de functies van stadhuis, van handelsactiviteiten en ook van religie te vinden zijn. In feite de elementen die in een middeleeuwse stad bepalend waren voor het maatschappelijk leven. Ja, een van de beruchte dingen in winkelstraten is dat er een grote mutatie plaatsvindt aan de bedrijven. En ieder van die bedrijven wil zich uiteraard etaleren op een eigen manier. Hier hebben we te maken met een wat ongelukkige invulling van een winkelpui met een soort luifel daarboven van heel eenvoudig plaatmateriaal. Vroeger een andere functie gehad. De keurslager die hier vermoedelijk gezeten heeft, inmiddels een ander bedrijfje ingekomen. Maar zoiets past niet binnen een historisch stadsbeeld en is een echte, ja, vind ik toch een element waar snel naar een andere oplossing gezocht moet worden in goed overleg met de eigenaar, denk ik. Ja, uiteraard is het in elke stad nodig om de mensen die op bezoek komen te verwijzen naar datgene wat bezienswaardig is en dat op de een of andere manier ook in de route opgenomen moet worden. Er zijn er allerlei manieren van bewegwijzer. Ik moet zeggen dat ik deze niet tot de beste reken. Ik vind hem toch wat provisorisch in zijn karakter, maar ik vind hem ook wat armoedig in zijn totale uitstraling. Dus ik denk dat hier een hele mooie prijsvraag voor een ontwerp, voor een gewoon ook Hattem eigen systeem van bewegwijzering wel heel goed op zijn plaats zou zijn. Invitatie voor het gemeentebestuur. Ja, deze panden die nu onderdeel vormen van het stadhuis, althans het kantoordeel van het stadhuis. Je voelt dat hier een andere functie in gezeten heeft, zeker wat betreft de begane grondniveau. De huidige indeling van de ramen vind ik eigenlijk buitengewoon ongelukkig. Ik bedoel, dit soort posities in het totale straatbeeld vragen in feite toch dat op de een of andere manier
op het niveau van de plint een borstwering aanwezig is en dat ook de hele invulling van de ramen van een wat ander karakter is. Ik vind hem ook eigenlijk wat armoedig binnen het totale straatbeeld. En ik denk dat een gemeente toch ook tot de taak moet rekenen om die panden die ze in bezit heeft, die welke ze huurt of op welke andere manier dan ook gebruikt, om daar ook die zorg aan te besteden die daarvoor nodig is. En hier kan met een andere pui-invulling kan toch het nodige verbeterd worden. Zeker als je dat relateert aan de direct aangelegen panden met het hele monumentale waaggebouw en het stadhuis met die twee trapgevels en deze rijk gedecoreerde gevel hier. Dat is, ja, dan mag dit toch iets meer kwaliteit hebben, vind ik. Het is allemaal binnen de grenzen gehouden. Dit pand, ja, daar is natuurlijk het nodige mee gebeurd. Ik moet zeggen dat ik die entreepartij, dat is gebeurd met goede bedoelingen. Ik vind het toch niet direct passend bij het totale beeld van het pand. Het pand bestaat eigenlijk uit twee gedeelten, dit. En vermoedelijk is hier zo, zijn er drie assen geweest. Hier is vermoedelijk de entree geweest. Kijk, die twee panden die zijn bij elkaar getrokken. Die hebben één grote lijstgevel gekregen. Die zijn vervolgens ook in eenzelfde kleurstelling. Maar je ziet het rechterhuis, het waren drie assen. En dat was een bijhuis. Het is niet uitgesloten dat daar een poort geweest is, daar beneden. Maar hier is dan, omdat het bij elkaar gebracht is, is centraal een entree gemaakt. Maar dat is een entree die in zijn vormgeving, in zijn materiaal, maar ook in zijn situering eigenlijk helemaal niks met die twee panden te maken heeft. En als er ooit weer een restauratie komt, dan zou het veel mooier zijn om die richting van die assen op te pakken en de entree hier ook in het midden te situeren. En veel beter iets te kiezen dat bij de aard van dit pand zou passen. Jammer. Als wij hier op dit toch centrale punt van Hattem staan, bij de kerk, bij het stadhuis, bij het wagenbouw, en we kijken dan hier naar dit gedeelte van dit prachtige plein, op zich prachtige plein, dan doet het me toch wat pijn als ik zie hoe hier een drietal panden in een wat deplorabele toestand verkeren. Het kan zijn, het is nu maandagochtend, dat een aantal dingen nog niet opgeruimd zijn. Maar voor zover ik het kan overzien en ook de wijze waarop het wat dichtgeplakt is, denk ik dat die onderhoudstoestand toch wel te wensen overlaat. En op zo'n markante plek in de stad is dat natuurlijk toch buitengewoon ongelukkig. Als men hier eventueel iets nieuws mee gaat doen, denk ik dat het heel belangrijk is dat men de structuur van die drie panden bij een nieuwe invulling en bij een eventuele hergebruik van die panden, dat men dat heel goed voor ogen houdt. Want nu heeft het ook de neiging om wat aan elkaar te klonteren. Prachtige stadhuis, moeten we zonder meer zeggen. Je voelt dat hier toch een nodige mee gebeurd is, in verschillende restauratieperioden. Wat je ziet is dat het toch een Nederlands Renaissance pand is. Dat vermoedelijk zo in de 19e eeuw nog een wat zware restauratie heeft ondergaan. Een combinatie van bergsteen en baksteen. Heel mooi symmetrisch pand met een mooie bekroning daar. Met de leeuw in het schild en de twee leeuwen aan de zijkant van het schild en de kroon. Heel mooi in zijn coloriet. Een beetje hard op dit moment, maar dat krijgt natuurlijk zijn natuurlijke patina. Maar heel mooi in zijn opbouw, met mooie toegangsdeuren, met een balkon daarboven. Met ook een prachtige vlaggenmast, wat ook bij zijn type pand behoort. Maar ook de attiek daarboven, waardoor het zicht op het dakvlak wat weggenomen wordt als decoratief element. En toch ook de muurankers, die sierankers, heel mooi. De wisseling van de kleuren, als het ware als speklagen, het rode en het witte, maar ook de mooie raamomlijstingen, de kozijnen, de kleur van de kozijnen, de roedeindeling, en niks mis mee. Ik vind het ook heel aardig hoe men gepoogd heeft om daar vermoedelijk de entree voor het publiek van het stadhuis op een hele bescheiden manier in te vullen, maar ook in een kleurstelling die duidelijk wat afstand durft te nemen
van het stadhuis zelf. En in zijn bescheidenheid vind ik toch wel heel overtuigend is. En dan direct gelegen aan een ander. Heel mooi pand, ook met trapgevels aan de zijkanten, wat je hier meer tegenkomt. En met een hele mooie verhouding tussen gesloten en open delen. De ramen met ook die luiken erbij. Prima, niks mis mee. Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik hier binnen ben in het stadhuis. En het is toch wel verrassend. Het is een poging om aan de ene kant de historische panden in hun waarde te laten. Ook in hun individualiteit. Dit zijn de achterkanten van de panden. De straat waar ook het waaggebouw gelegen is. Je ziet daar aan die kant ook de achterzijdes die wel nogal sterk bewerkt zijn. En gerestaureerd zijn met de panden die zich aan die kant bevinden. En men heeft dat middenterrein ingevuld. De patio, de binnenhof hier, is toch redelijk zwaar vormgegeven, moet ik zeggen. Het luchtige karakter van het binnenhof gaat enigszins verloren door het feit dat hier toch met tamelijk zware stalen trappartijen gewerkt is. Dat hier de grote betonnen kolom ingeplaatst is. En dat ook de lichttoetreding van bovenaf daardoor in sterke mate wordt gereduceerd. Daardoor ontstaat meer de sfeer van een binnenplek in een bestaand kantoor dan een soort hof gelegen tussen enkele panden in. Ik denk dat we dat misschien vandaag de dag ook weer wat anders zou aanpakken. Dit is natuurlijk ook weer karakteristiek voor een bepaalde periode. Kijk, hier is het ietsjes transparanter, maar geldt eigenlijk toch hetzelfde commentaar als in de andere patio. Het is toch zo dat er wat te veel ingekomen is. En dat te veel leidt ertoe dat je het minder ervaart als een binnenhof. En veel meer ervaart als een soort kantoorinvulling. De pas gerestaureerde raadzaal. Je ziet dat het duale stelsel inmiddels een invloed heeft gehad. Dat wil zeggen een opstelling hier. Toch enigszins anders dan dat we dat kenden voor dat het duale stelsel werd ingevoerd. Het is eigenlijk heel terughoudend in zijn vormgeving. Ik vind het toch wel een trouvaille om het stadssilhouet hier zo terug te laten keren. Dat is toch buitengewoon aardig als thematiek. Het is een soort repetitie van een element, of meerdere elementen die terugkeren. Toch ook een hele fijne houtsoort die gebruikt is. Er zijn hele mooie stoelen toch in de vormgeving met prachtig materiaal wat gebruikt is. En ik denk dat het een buitengewoon charmante ruimte is om te stoeien over alles wat het huidige Hattem, het toekomstige Hattem aangaat. En dan vooral het verleden ook als inspiratiebron om die toekomst vorm en inhoud te geven. Ik denk dat dit een plek is waar de discussie zich fantastisch kan afspelen. Als je door Hattem loopt, dan word je verrast door twee hele mooie pompen die nog aanwezig zijn. Met een hele mooie hardsteen. Hier is er één, andere plek iets verderop staat een tweede. Eigenlijk hele decoratieve elementen. Je ziet dat was de plek waar de mensen vroeger bij elkaar kwamen, hè, om het water te halen. En daar werd de informatie uitgewisseld. Je ziet dat het vlak naast het stadhuis gelegen is. En het stadhuis is ook tegenwoordig de plek van de informatieuitwisseling. Maar dat niet alleen, ook de kerk die we hiernaast hebben. Plus het voormalige waaggebouw. Ja, dat voormalige waaggebouw, daar is natuurlijk toch het nodige mee gebeurd. Want het is in feite toch een pand dat uit 1621 stamt, zoals boven ook staat aangegeven. Met een hele mooie bekroning daar, van die dakkapel. Die schijngevel, of die dwerggevel die daarboven staat. En je ziet dat er toch hier zo op de begaande grond het nodige gebeurde. Dus er moet ongetwijfeld een poort geweest zijn waar de goederen naar binnen konden. Ik denk dat boven een andere functie is geweest dan beneden.
waar ik veronderstel dat in de 19e eeuw hier een restauratie heeft plaatsgehad. Restauratie heeft het gebouw niet in alle opzichten goed gedaan, hoewel het zich inmiddels ook weer heel aardig voegt. En dan de Nederlands hervormde kerk, toch prachtig als je zo ziet de verschillende bouwperioden die terug te vinden zijn. Hier zo die prachtige toren, op, als je let op de wijze waarop de toren is opgebouwd, natuurlijk beneden heel massief, tussteen. Dan zie je vervolgens de galmgaten. De galmgaten, eerst één, dan twee, gekoppeld met een deelzuiltje. En dan zie je daar bovenop, na dat maaswerk, zie je dus weer twee galmgaten in een wat bijna gotische versiering. En dan een bekroning door middel van een peer die er bovenop gezet is. Heel mooi, opengewerkte peer met carillon vermoedelijk daarin geplaatst. En bekroond uiteraard door de appel en het kruis. Hier beneden, daar is een klassicistisch portaal toegevoegd. Een latere periode. Staat er eigenlijk heel grappig tegenaan. Komt natuurlijk meer voor in Nederland en in Europa. En dan zie je dat zowel aan de noord- als aan de zuidzijde tegen de toren aan gebouwen zijn gebouwd. Hier zo dat Nederlands Renaissance gebouw. En hier zo een beetje een Lodewijk-stijlachtige bouw met de kuiven daar boven bij de versieringselementen. Eigenlijk een heel grappig ensemble, omdat je de verschillende bouwdelen en de verschillende bouwperiodes zo goed nog kunt herkennen in de totale structuur. En dat erachter dient zich het dak aan, het lessenaarsdak van het grote schip van de kerk. Ik heb eigenlijk nooit eerder de gelegenheid gehad om die kerk van binnen te bekijken. Ben ik wel benieuwd naar. Ik weet niet of we kans zien om er binnen te komen. Mocht dat het geval zijn, dan kan ik daar altijd nog eens even naar een aantal dingen kijken. Het staat in ieder geval bekend als een kerk met een prachtig interieur, met muurschilderingen, met banken, met allerlei ander roerend religieus erfgoed, wat zo belangrijk is. Pleintje zelf. Ja, aan de ene kant een heel positief gevoel erbij. In de zin van dat het als een soort eiland hier gemaakt is rondom de kerk. En toch ook dat sacrale ensemble zo'n hele mooie associatie aangaat met het profane ensemble van het stadsbestuur. Je ziet eigenlijk de twee machten uit de oude periode, uit de middeleeuwse periode, terug de religie en de burgerij. Maar je ziet ook door middel van een voormalige wagenbouw, de handel als een belangrijk element, heb je toch de constituerende factoren van de middeleeuwse stad. En dat concentreert zich dan hier prachtig op dit pleintje hiervoor. De bestrating is sober gehouden, de beleiding is ja, vrij keurig en strak gehouden. Ik veronderstel dat hier op hoogtijdagen of andere dingen, dat hier toch ook terrasjes zullen zijn, waardoor een stuk extra levendigheid hier ontstaat. En dan gekoppeld aan de horecafunctie die we daar zien, en toch een heel markant pand op de hoek werd geschilderd met terrasjes daarbuiten. Toch een heel belangrijk centraal punt in Hattem. En ik denk dat iedereen die Hattem bezoekt uiteindelijk toch op dit punt terecht zal komen. De gevels aan die zijde. Ja, die lijken vrij zwaar gerestaureerd. De lijstgevels. Ik moet wel zeggen, hele mooie dakkapellen met prachtige wangen. En mooie details daarin. Ook de raamverdeling van de panden en het type ramen die daarin zitten. De entree daar, dat is eigenlijk wel heel aardig, dat glas en lood daar, wat er boven de deur is aangebracht. Een wat hedendaagse variant, invulling op een klassiek thema. Ja, het geeft toch de markt de echte functie die het heeft, toch het concentratiepunt van de stad. En dan, als we hier verder lopen en we lopen in de richting van het kerkplein, dan ben ik eigenlijk heel erg overtuigd door de kwaliteiten van dit plein
Ik vind dat een warme charme hebben. Ik vind, als je de gelegenheid hebt om zo rond zo'n kerk te lopen, hier in eerste instantie al verrast te worden door een prachtige zonnewijzer, de zon daar, in dat gevelvlak. Heel mooi, en dan direct aansluitend hier de zijbeuk, de steunberen. Maar ook de mooie tekenen van een gotische kerk met de driepas, met de spitsbogen, met de lessenaarsdaken, met het dakkapelletje erop. Dan daarboven de lichtbeuk, ook met een prachtige tracering, gotische tracering. Met een mooi dakvlak met lei bedekt. En dan het transept daar heel duidelijk zich aftekent. Maar dan hier met de gebouwen daaromheen, die als het ware het gebouw, het kerkgebouw omarmen. Buitengewoon charmant. En dan vind ik buitengewoon waardevol ook de manier waarop hier de bomen gesitueerd zijn. Hoe die toch zorgen voor een hele mooie combinatie van stenen ruimte en groene ruimte. Waardoor hier een ruimte met een geweldige belevingswaarde ontstaat. Ik denk de mensen die hier wonen natuurlijk toplocaties zijn. Ook de rust die het uitstraalt. Belangrijk dat religieus erfgoed in al die plaatsen. En we moeten ons daar extra zorgen over maken. Dat doen we ook dit jaar in het kader van het jaar voor het religieus erfgoed 2008. De bedoeling is dat einde van het jaar, om heel precies te zijn, op 11 december in Middelburg het strategisch plan voor het religieus erfgoed, dat het aan minister Plasterk wordt aangeboden. En er worden nu allerlei activiteiten ondernomen om dat strategisch plan op te stellen. En ik heb het genoegen om daar een bijdrage aan te mogen leveren als degene die gevraagd is om als rapporteur te fungeren om het opstellen van dat strategisch plan. En ik doe dat eigenlijk met groot genoegen omdat ik overtuigd ben van het grote belang van het behoud en ook het doorfunctioneren van het religieus erfgoed. En dat is niet alleen zoals u hoort het gebouw op zich, maar ook alles wat erbij behoort. De geluiden, het carillon, de sfeer die dat oproept, dat is toch geweldig. Ja, dit soort kerken, dat is toch een constante opgave voor de kerkelijke gemeente. Uiteraard, omdat de onderhoudskosten, de instandhoudingskosten, die staan vaak in geen verhouding tot de inkomsten die men heeft. En je ziet dat er vaak een stukje restauratieachterstand ontstaat. En dan zijn de regelingen die we kennen, het gebied van de instandhouding, in dit verband de zogenaamde BRIM, regelingen, besluit rijkssubsidiëring en standhouding monumenten, waar de kerken gaan instromen zoals dat heet. Dan zie je toch dat de gelden niet toereikend zijn om dat religieus erfgoed op peil te houden. En het zal van belang zijn dat we daar de komende jaren de nodige aandacht aan besteden door geëigende rijksmiddelen, maar ook door bijdragen van de zijde van de provincie en ook eventuele plaatselijke onderhoudsfondsen die toch ook een bijdrage kunnen leveren aan dit soort markante en imposante elementen die volstrekt bepalend zijn voor het silhouet, maar ook voor de structuur van de stad. Je moet zich maar eens imaginair voorstellen wat het betekent als een dergelijk object uit het stadsbeeld zou verdwijnen, om welke reden dan ook. In die gevallen waar dat gebeurd is en waar de kerk onder invloed van een brand of onder invloed van de Franse Revolutie of onder invloed van een ander gebeuren uit de stadsplattegrond is verdwenen. Ja, dan zie je dat dat een ramp is voor de stad. Mocht u ooit in Luik zijn en u gaat naar Place Saint-Lambert, dan ziet u wat het spookbeeld is op het moment dat zo'n kerk wordt afgebroken of uit de stadsplattegrond verdwijnt. Je komt in een ruimte die elke dimensie verloren heeft. Ik kan me dat niet voorstellen dat het ooit in Hattem zou gebeuren. Dan wordt dat even terzijde. Prachtig gebied. Heel mooi.
fantastisch. Hier ook aan de koorzijde met die prachtige verticale traceringen hier. Met het mooie lichtinval. Heel overtuigend. De voormalige pastorie hier, natuurlijk een heel mooi geheel als je het bekijkt de relatie tot kerk. Vormt daar een directe associatie mee. Pand is natuurlijk nodig aan gebeurd, kun je zien. Alle bouwsporen. Dat zijn even zoveel verwijzingen naar vroegere invullingen. Maar door de lappendeek die als het ware hier is ontstaan, vind ik het toch ook wel boeiend vanuit een oogpunt van bouwgeschiedenis. Omdat die bouwsporen zo karakteristiek zijn voor verschillende perioden. En men mag aan een gebouw ook aflezen dat het uit verschillende perioden stamt. Je zou het werk kunnen doen, bij wijze van spreken, door het te sausen of door het te kijmen. Dat zou ik toch niet doen. Laat die baksteen maar gewoon in zijn natuurlijkheid spreken. En laat iedereen ook maar zien dat de dakranden dat die gerestaureerd zijn. Laat iedereen maar zien dat er vroeger een andere raamindeling is geweest. Laat iedereen maar dromen bij zo'n pand om na te gaan wat er allemaal met dat pand is gebeurd. Uiteindelijk is het ook een levend organisme, zo'n pand. Het heeft een heel verhaal. Het vertelt de hele geschiedenis. En ook de hele geschiedenis van Hattem zit erin opgesloten. En haar rug aan rug. Ja, dat is een invulling. Ja, ik moet zo meteen even iets beter bekijken. Maar wat me in eerste instantie opvalt, dat is dat die bijna als een rug-aan-rug woning fungeert met de bebouwing hier aan de rechterzijde. En natuurlijk toch een gigantisch contrast vormt. Ik zou toch even wat nader moeten bekijken om daar een oordeel over uit te spreken. Het is een hele gedurfde vormgeving, kun je zonder meer zeggen, zeker in deze context. Ik kan me voorstellen dat er in de gemeente behoorlijk over gediscussieerd is en ook in de welstandscommissie. Dat geldt natuurlijk de hoofdvorm en zeker ook de verbinding die daar gemaakt is. Ja, het is ook in zijn materiaalkeuze, ook in zijn dakdoorvoer daar met die pijp, maar ook met dat ja, laten we zeggen, die belvedere in modernistische zin die daar bovenop gebouwd is. Ja, ik heb toch eerlijk gezegd mijn twijfels bij het geheel. Ik vind dat moderne architectuur heel goed moet kunnen. Aan de rand en ook in de historische binnenstad. Ik vind wel dat het zich dan toch binnen bepaalde grenzen moet bewegen. En kijk, als het afwijkt van de welstandsnormen. Ik weet niet wat hier precies. Het moest passend in de omgeving zijn. Het moest passend in de omgeving zijn. Nou ja, dan is even de vraag of dat wel in alle opzichten het geval is. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de relatie met de aanwezige garage, dat ik die toch ook ongelukkig vind. Nee, ik ben er niet van overtuigd. Zelf zou hier toch geen positief oordeel over hebben, ondanks verwoede pogingen en ongetwijfeld goede bedoelingen van de architect in kwestie. Ik vind het toch allemaal eerlijk gezegd te geforceerd, te zeer zoeken naar een soort eigen taal. En ik vind de eigen taal vind ik onvoldoende overtuigend, althans voor mij onvoldoende overtuigend. Ja, dit is op zich een heel grappige plek. Natuurlijk is het fantastisch om de restanten van de middeleeuwse ommuring hier zo fantastisch mooi te ervaren. En ook de herinnering aan de grachtenpartij zo concreet hier te beleven. En dan de aanleg in een landschappelijke sfeer hier is ook buitengewoon boeiend. Het is toch een prachtige plek zo in Hattem zonder meer. Ja, een paar dingen vallen dan op. Eigenlijk drie dingen die me in eerste instantie opvallen. Dus de eerste plaats is daar die toevoeging van die belvedere daarboven. Met het stroodak. Ja, bij dit soort dingen kan ik me ook voorstellen dat je iets gedurfder in een moderne architectuurtaal dat ook wat meer eigentijdsvorm geeft dan meer historiserend. Ik vind het idee om op zo'n plek iets te hebben
dat het accent van die hoektoren daar geeft, dat vind ik op zich een prima idee. Maar ik had me daar iets anders bij kunnen voorstellen. Dat is één element. De tweede is hier de kikkerpartij beneden met de dirigent. Het is jammer dat het in een wat deplorabele toestand verkeert. Want het is toch fantastisch als kunstenaar de kikkers zittend op bladeren in die vijverpartij zijn heel orkest dirigeert van kwakende kikkers. Dat is toch een heel mooi element. En het derde element is het gebouwtje daar. Ja, met wat zware dakranden. Ik denk dat daar een waterpartij overheen heeft gelopen. Ja. Dat vroeger ook gefunctioneerd heeft. Het is jammer dat het nu in die deplorabele toestand verkeert. Ik denk dat het een echt attractief punt is. En ik kan me voorstellen dat bij lichtspel en bij geluidsspel en het water, dat je hier toch een hele mooie, ja, laten we zeggen, artistieke invulling hebt van historiciteit, van natuur en van beeldend werk, beeldende kunst. Ik zou pleidooi houden voor het herstel hiervan. Ik vind het toch een buitengewoon charmant geheel. Toch ook een fantastische plek hoe je de stad benadert via dit eenvoudige bruggetje. Een eenvoudig bruggetje en dan dat hele mooie pad dat dat Dadelspoortje leidt. Toch zo'n voor Hattem buitengewoon belangrijk personage die, als ik me goed herinner, moet me niet kwalijk nemen. Ik dacht dat hij in Nederlands-Indië ook nog gouverneur of iets dergelijks is geweest. Maar dat mag ik even kwijt zijn. In ieder geval een hele belangrijke persoon. Ook goed dat zo'n poortje dan zijn naam draagt. Prachtige wand. Met natuurlijk zijn restauratie-element. Aan die kant steekt er een modern huis uit. Daar wil ik zo meteen nog iets over zeggen. Hier kun je zien dat het een soort confrontatie is tussen oud en nieuw. Je kunt je afvragen, is er sprake van een dialoog of gaat het om een confrontatie? Je ervaart het hier toch als een confrontatie. Moet het kunnen, moet het niet kunnen? Ik vind wel, maar zoals straks zien, dat het pand op zich toch ook wel autonome kwaliteiten heeft. Maar dat gaan we straks nog wel bekijken. Ja, een van de opgaven in historische binnensteden is om op een goede manier om te gaan met nieuwbouw die daarin gepleegd wordt, moet worden enzovoort. Het is altijd de vraag hoe dat te doen. Doe je dat in de sfeer en het karakter van de al aanwezige bebouwing? Daarbij je wel realiseren dat die gebouwen ook uit verschillende perioden stammen en ook zeer verschillende karakteristieken hebben. Of doe je dat op een hele eigentijdse, moderne manier? Als je hier staat, nou, dan zie je eigenlijk de verschillende modellen die er zijn. Die zie je weergegeven. Eén, waarbij toch de historische structuur in belangrijke mate als uitgangspunt wordt genomen. Met het zadeldak, met de baksteen. Weliswaar de dakkapellen, veel moderner vormgegeven door die zinkomlijsting. Misschien daardoor ook een wat modern aspect in een voor de rest toch heel ingetogen invulling toch op die historie geïnspireerd. Dan heb je daar de nieuwbouw voor de pétanqueclub, de Jeu de Boule Club. En dan direct daarnaast gelegen het hele moderne woonhuis dat bij wijze van spreken veel associaties heeft met het idioom zoals ze dat kennen uit het nieuwe bouwen, uit oud, Le Corbusier en andere mensen. En het zijn bij wijze van spreken drie vormen die hier gehanteerd worden, op die historie geïnspireerd. Daar een nieuwe vorm, maar die duidelijk afwijkt in zijn hoofdvorm van de aanwezige bebouwing met die zinken roeven. En dat hele modernistische gebouw aan die kant. Ik moet zeggen dat ze alle drie kunnen. Ik heb zelf het gevoel dat deze natuurlijk het meest makkelijk zich voegt in de omgeving. Toch ook wat eigenwijze componenten heeft door middel van die hoogreizende, verticaal georiënteerde dakkapellen. Kijk, het tweede element is dit onderkomen voor de pétanqueclub. Ik kan me voorstellen dat hier toch de nodige discussie over geweest is. Dit is natuurlijk een belangrijke plek
als je realiseert dat hier dus de pre-stedelijke kern was, de burcht van de hertog van Gelre. Een historisch toch zwaar beladen plaats, waarbij toch de vraag is, moet je iets van die morfologie van die vroegere burcht en van dat patroon van die burcht in eventueel nieuwe bebouwing laten terugkeren. Uiteraard is een stratenpatroon iets verderop, is er iets van terug te zien, maar hier op deze plek. Ja, ik moet zeggen dat het is toch tamelijk bescheiden gehouden. Het ligt direct naast het, een pand van de naam even was het niet. Het spookhuis was zo gelegen. Dat petanke gebouw hier zo naast het spookhuis als onderdeel van de voormalige burcht dat overeind is gebleven. Is natuurlijk toch een groot contrast, zonder meer. Maar van de andere kant is het in zijn hoogte bescheiden gebleven. Het heeft in de vorm wat eigenwijs. Het heeft materiaal gebruikt door middel van dat gepatineerd zink in die roeven. Dat je zegt, het is heel afwijkend, maar toch heeft het een stukje autonome kracht. En dan is het bedekt met een sedumdak. Het groen wordt als het ware in de stad gehaald. Beetje grappig, als ik het zo mag zeggen, vanuit een oogpunt van duurzaam bouwen en materiaalgebruik. Dat zink, in het algemeen vanwege de milieu-impact die het heeft, gebruikt wordt hier. In combinatie met een ander element, namelijk het sedumdak, als een van de geliefkozen thema's voor dakbedekking in het ecologische bouwen. En dan zie je dat dat hier in een gedurfde combinatie wordt gepresenteerd. Ik moet wel zeggen, in zijn setting vind ik dat dat heel aardig past. Ik moet zeggen dat ik de kleurstelling van het bijgebouwtje daar, dat ik dat wat minder gelukkig vind. Dat had ik toch liever wat meer weggewerkt gezien. En dat ik toch liever van wat ondergeschikte aard gezien. Maar voor de rest is het iets wat toch al met al goed kan. Ja, dit is denk ik toch wel het gebouw in de historische kern van Hattem. Dat als het meest moderne kan worden gezien. Het pakt het idioom op van het nieuwe bouwen. Het pakt het idioom op van eigenlijk de grote mensen uit de architectuurgeschiedenis van de jaren 20 en 30 van onze eeuw. Het is naar de stadszijde toe hier tamelijk gesloten. Dat is kennelijk ook een beetje de bedoeling. Want je kunt van bovenaf aan de andere kant natuurlijk prachtig over het gebied aan de andere kant van de stadsmuur kijken. En je hebt daar een fantastisch zicht op de omgeving. Het is bij wijze van spreken een soort schil die hier gemaakt is. Wat gesloten naar de stadszijde toe in een grote mate van openheid. Het is natuurlijk de opvatting die je kunt hebben. Je kunt zeggen, zo'n gebouw moet zich met name richten op de stad. Dan ligt het net verkeerd om. Van de andere kant vanuit een privégebruik. Denk ik dat voor die mensen natuurlijk een fantastische manier van wonen is. Het is keurig verzorgd, het is helder in zijn opbouw. Het is, vanwege de autonome kwaliteit en de autonome kracht, vind ik het dat het kan en dat het goed kan in Hattem. Alhoewel ik me kan voorstellen dat in de stad hier heel lang over gediscussieerd is of dit nu wel of niet op deze plek zou kunnen. Het is helemaal naar buiten georiënteerd. Het keert zich ietsjes van de stad af. Maar ja, het heeft toch wel een hele aparte kwaliteit, moet ik zeggen. Het is natuurlijk toch geen eenvoudige locatie hier. Als je bedenkt dat hier ook bewust een schijf gekozen is. En daarachter bevindt zich dan de woning, vindt de materialisering aan deze kant ietsjes minder. Het stukwerk, dat overtuigt me wel. Het plaatswerk iets minder. Het dakoverstek, is ook in verband met de zon toch wel een goede oplossing. En hier moet je natuurlijk een bescherming zoeken tegen mensen die hier vertoeven. Waardoor je toch een stuk privacy hebt.
Ja, nou, stof voor discussie zou ik zeggen. Het is als incident en op een bepaalde plek heb ik er weinig moeite mee. Maar ik denk dat als je op een wat grotere schaal zou kijken, dat het toch wel problematisch is. Jammer als je ziet dat daar direct boven bij de trimlijst al restauratie nodig is. Dit is een hele belangrijke plek, want uiteindelijk is op deze plek het ontstaan en de ontwikkeling van Hattem te vinden. Hier heeft het kasteel gestaan, de burcht van de hertog van Gelre, toch een belangrijk persoon in deze contraille. En direct aan die burcht hebben zich handelsactiviteiten gevormd, is een nederzetting ontstaan, het kerk, het stadhuis enzovoorts. Ja, de vraag is dan, als het kasteel verdwenen is, wat met die plek te doen? Dit is dan de plek waar de geschiedenis van Hattem begint, althans wat betreft stedelijke ontwikkeling. We staan hier op de plek waar de burcht was van de hertog van Gelre. Ja, de burcht is verdwenen, natuurlijk buitengewoon jammer, omdat het in combinatie met de rest van de stad toch een heel mooi beeld zou hebben opgeleverd van de middeleeuwse stad. Maar nadat die verdwenen is, heeft men toch gepoogd om hier door middel van de inrichting, de openbare ruimte, die structuur van dat kasteel van die burcht, om dit terug te brengen. Ik vind dat men dat op een hele aardige manier heeft gedaan door het hoogteverschil te benutten, door de hoofdvorm in het plaveisel terug te laten keren en vermoedelijk hier de hoofdtoren van het kasteel, de donjon, om die hier zo in een kleinere cirkel onder te brengen. Althans, zo interpreteer ik de manier waarop men hier is omgegaan met de bestrating. En dan in de kleine keien, dat waren de waterpartij en daar de ophaalbrug aangegeven, dus dan toch een poging om voor diegenen die ja, de stadsplattegrond een beetje analyseert, dat toch in herinnering te roepen. Dat vind ik toch wel heel mooi gedaan. En dan ook met dat groen, heel bescheiden, waardoor het zicht op de gevels behoudt. Ik moet zeggen dat de schuren die uitgebouwd zijn of aangebouwd zijn aan de achterzijde daar, dat ik die toch van wat minder niveau vind, minder kwaliteit vind. Elementaire dingen als bijvoorbeeld dakpannen die toch ja, naar mijn mening een keramische pan hadden moeten zijn. En niet de sneldekkers die je daar toch vindt. En dus in verhouding tot de daarachterliggende bebouwing toch een beetje eenvoudig. Maar voor de rest is dit wel een lieu de mémoire, een plek van herinnering. En als je hier staat en je laat het even wat op je inwerken, vind ik toch dat je door zijn, ja, ik zou bijna zeggen, zijn geografische conditie, zijn relatie tot kerktoren, et cetera, toch wel een prachtige historische plek is. Dat aanzet tot mijmeren, tot herinneringen. Hadden we de burcht nog maar. Oh, dat is waarschijnlijk de voorpoort. Kijk hier, zo is de. Ja. Ja, ik denk dat gewoon op basis van archeologisch onderzoek dat men enige weet heeft van hoe de brug was, plus dus het poortwachtershuisje of wat het dan ook mogen geweest zijn, dat in ieder geval de toegang tot de burcht markeerde. En dus, ja, het is weinig wat je kunt doen, maar het is in ieder geval een manier. Ja, rondom de burcht hier is het een en ander aan nieuwbouw gekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat me dat niet overtuigt. Het overtuigt me niet in de vorm en het overtuigt me ook niet in het materiaalgebruik. Het is, ja, qua architectuur vind ik toch hier zo, dit hier met name, dat vind ik toch ja, te weinig architectonische kwaliteit hebben. Vind ik eerlijk. Het is een poging zo uit de periode van het postmodernisme om daar iets te doen met het zink en ook die dakbekleding. Die vind ik niet overtuigend.
En dit hier zo, dat refereert dan weer iets meer aan die historie. Daar heb ik in bij die drie die ik hier zie wat minder moeite mee. En het meest recente wat er gekomen is, ja, het is in zijn kleurstelling misschien wat te pregnant. Ik moet zeggen dat die stalen latij die daar is aangebracht, dat ik dat ook een beetje een vreemd element vind. Ik zou het toch liever werken met een gewone rollaag van baksteen. Het is wel goed dat men voor een keramische dakpan heeft gekozen. Dat vind ik toch wel dat dat zeker hier binnen de context moet gebeuren. En ja, als het wat meer modern zou moeten zijn, zou het naar mijn mening iets moderner mogen zijn. Als je dat dan vergelijkt met wat aan deze zijde gerealiseerd is, dit is in feite ja, modern bouwen tussen aanhalingstekens en een historische context. Er kunnen toch prachtige woningen ontstaan, ook met een mooie verticale parcellering door die dammen als het ware naar boven te trekken. En ook de schoorstenen als elementen zo bij het onderscheiden van de afzonderlijke woningen. Ook dat muurtje wat daarbij is aangebracht met stoep. Ik vind dat heel stedelijk. Ik vind dat op die historie geïnterpreteerd. En ik vind dat toch ook in deze context zeer goed passend. Ja, dit is kennelijk door de stichting Stadskern die hier een rol hebben gespeeld. Ik moet zeggen dat ik niet in alle opzichten overtuigd ben van het geheel. Waar ligt het nu precies aan? Ja, ik heb het idee dat het wat hybride is in zijn architectuur. Dat het toch probeert aan de ene kant de historie te respecteren. In zijn bescheidenheid. Van de andere kant probeert toch ook moderne plattegronden te realiseren. Maar ik vind met name de invullingen, de raaminvullingen, die vind ik toch wat minder gelukkig. Ik vind ook de baksteenkeuze in relatie tot het dakvlak en de dakpannen, vind ik ook wat minder gelukkig. En je ziet de mensen individueel beginnen al wat correcties aan te brengen, het boeiboord wat al van kleur gaat verschieten, maar ook de latij, die worden de ene weer donker geverfd, er worden ook luiken toegevoegd, waar misschien de luiken ook niet helemaal passend bij zijn, dus je voelt al dat de mensen zelf correcties aanbrengen op hetgene wat door de architect bedacht is. Ik heb, als ik afga op het bordje daar, en dat zal ook ongetwijfeld een inspiratiebron zijn geweest, dan moet dit omtrek zijn geweest van de slotpoort, fundering 14e eeuw. Ik zie dat hier in de bestrating dat patroon is aangegeven. Dat vind ik een hele goede zaak, dat dat gebeurd is. Alleen de vraag is eventjes hoe het blok wat hier gebouwd is, reageert op dat thema. Ik heb het idee dat het daar niet op reageert, maar daar kan ik me in vergissen. Dat het daar toch tamelijk zwaar zo in de totale rooilijn hier zo gelegen is. Ja, de vraag is ook of het überhaupt daar een antwoord op zou hebben kunnen zijn. Ik vind dit hier zo toch een beetje een merkwaardige plek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat toch een van de black spots vind. En had hem als ik me dat mag veroorloven, die uitdrukking, als je dan bedenkt hoe hier in een stad met toch in het algemeen een hele nauwkeurige verhouding tussen open en gesloten deel van gevels, hier is een hele transparante element inkomt, waarvan ik ja, eigenlijk niet kan ontdekken waarom dat zo moet zijn. Vooral als ik zie hoe ook al pogingen ondernomen worden om het licht en de zon buiten te houden. En dan ook nog gekoppeld aan dit milieustationnetje. Dan vind ik dit toch, zeker op die prominente plek hier in de stad, zo vlakbij de markt, vlakbij die historische bebouwing en toch ook dit Huis der Liefde, of hoe het ook precies, Pand der Liefde heet het. Het Pand der Liefde, dan vind ik dit toch wel een ongelukkige plek.
Nou, dan zou ik zeggen, als we de komende tijd hier op detailniveau in de stedenbouwkundige ruimte, maar ook in de architectuurtaal iets willen doen, dan denk ik dat dit toch een van de plekken is die in eerste instantie komt om een andere vorm te geven. Een van de belangrijke panden zo in Hattem. Toch heel opvallend, de bouwactiviteit die er begin 17e eeuw geweest is. Het stadhuis, de kerk, het wagenbouw, hier ook het Daandelshuis, maar ook hier het Pand der Liefde. Zo allemaal gebouwd pakweg, een periode van 12-jarig bestand. Is hier toch een gigantische bouwactiviteit geweest. Het heeft dan ook de karakteristiek uit die periode, de Nederlandse of de Hollandse Renaissance, met die speklagen, natuursteen afgewisseld met baksteen. Heel mooi uitkrakend balkon hier. Hele mooie entree met die natuurstenen omlijsting met het bovenlicht. Heel karakteristiek. En ook hele mooie ligging op daar waar de straat net die knik maakt. Ik neem aan dat je ziet het ook aan de steilheid van het dak. Dat het een heel belangrijk pand is geweest. En een dakkapel die bijna in de goot uitkomt met een hijsbalk. Dus het kan zijn dat dat eventueel later is toegevoegd. Maar ik acht het ook niet uitgesloten dat het toch aanvankelijk daar ook bij hoorde. Ook hele mooie muurankers, sierankers. Heel mooi, zowel op de vloer tussen begane grond en de verdieping, als ook de verdieping, de bel étage, samen met de zolderverdieping. Een heel mooi pand, ook een pand om trots op te zijn. Nou, deze nieuwbouw, ja, die is er vrij hard tegen het Pand der Liefde aangeplaatst. Is het respectloos, zo zou je het niet kunnen noemen. Het gaat wel een confrontatie aan, naar mijn mening. Misschien dat het goed is dat men bewust gekozen heeft om dat toch in zijn kleurstelling met die witte keimlaag en die anthracite plint, om dat te doen aansluiten bij het ensemble rondom de kerk. En je ziet dat de overgang van hier de rode dakpan naar de zwarte dakpan daar overgenomen wordt, door daar dan die zwarte dakpan te hanteren. Maar je ziet een soort poging om een min of meer natuurlijke overgang van deze lage witte bebouwing, behorend bij het ensemble rondom de kerk, om dat een samenhang te laten aangaan met dat hoge statige pand der Liefde. Nou, het pand hier, dat pas gerestaureerd is, is met grote zorg en deskundigheid gerestaureerd. Het is een hele mooie, gave plint. Je ziet dat het op een hele natuurlijke manier is gekeimd. Dat de muurankers geschilderd zijn en mooi teruggebracht zijn. Een zinken goot is aangebracht. Je ziet de dakkapel erboven. Die is wat moderner vormgegeven met een zinken omkleding en met grote ramen. Is niet gekozen voor een historiserende dakkapel. En dan de lichtinval die kennelijk boven nodig is, heeft men via een dakraam trachten te realiseren. En dan hier, als je op de details let, het is toch heel mooi geprofileerd. Je ziet ook enkel glas, tenminste als ik het goed zie, ja, enkel glas, dat aangebracht is. Je ziet ook de roedeverdeling die hier is aangebracht, ook het feit dat ramen schuiver zijn en beneden omlaag te schuiven zijn, ook de loodstrippen, allerlei details, ook bij de deur en zo. Dat is toch met de grote zorgvuldigheid gebeurd, compliment. Ja, datzelfde geldt ook eigenlijk voor dit pand, dat is keurig gerestaureerd. Het heeft natuurlijk nog een paar jaren nodig om het natuurlijke patina op de gevel te krijgen. Nu is het misschien nog wat fel, het wit.
voor de rest is dat allemaal prima in orde met de hoedenverdeling, met de schuiframen, de bewegende delen, de kozijnen, de houten bakgoot, dakgoot die daar is aangebracht. Ook de hemelwaterafvoer enzovoort keurig in de kleurstelling. Er is niks mis mee. Je ziet een hele solide en ik zou zeggen gevoelige manier van omgaan met de historische bebouwing. Dit vind ik wel grappig wat hier gebeurt. De verbinding tussen die twee panden om naar het grote terrein rondom de kerk te komen. Roept even de associatie op met Venetië, de brug der zuchten. Een klein element dat de verbinding vormt. Eigenlijk heel grappig. Ook goed dat men dat gewoon in natuursteen heeft gelaten zonder dat te kijmen of te schilderen. Waardoor het zich wat markanter in de straatwand manifesteert. En daardoor een hele mooie informele toegang biedt tot weer dat prachtige gebied. Het hof rondom de kerk. We zijn hier weer terug bij deze prachtige plek. Nou, we zitten hier in de Hoofdwinkelstraat, zo kun je het noemen. Want hier zijn winkelfuncties en horecafuncties ondergebracht. Hier een pas gerestaureerd pand, het voormalige logement. Het is eigenlijk prima, mooi pand. Heel helder in zijn opbouw. Met ook een prachtig balkon. Met hele mooie balusters. Maar ook de hoekstenen daar. Boven op de verdieping. Heel mooi in beeld gebracht. Ook vind ik mooi in zijn coloriet. Dat wil zeggen heel teruggehouden. Mooie deur in een groene kleur. Dan de kozijnen. De bewegende delen. En een iets wat afwijkende kleur weer daarvan. Prima. Alleen maar lof hiervoor. De rest van de straat, ja, daar wat wisselende opvattingen over. Wat je ziet, dat is dat in toenemende mate winkels zich geroepen voelen om hun spullen buiten te zetten. De beruchte uitstallingen. Persoonlijk ben ik daar absoluut geen voorstander van. Het lijkt wel of particuliere ondernemers menen dat de publieke ruimte voor hun alleen is. Stel je voor dat ik met mijn stoel daar voor de deur zou gaan zitten, zou ik evenveel recht op hebben. Dan zou ze me waarschijnlijk wegsturen. Ik vind dit dus een oneigenlijke benutting van de ruimte. Ik vind ook het aan de gevel hangen van allerlei spullen, plaatsen van borden en dit soort zaken vind ik toch een aantasting dat niet zou moeten, zou de mensen zelf niet moeten willen. Ik begrijp dat ze alle belangen bij hebben dat de mensen weten wat er te koop is. Maar daarvoor zijn toch ook de etalages bedoeld. Deze winkelpui, nou, die vraagt om een verandering. Dat is natuurlijk heel erg sober, weinig kwaliteit hebbend. Het is toch iets dat als de eigenaar de gelegenheid heeft om er iets aan te doen, kan hij wat bijdragen aan het stadsbeeld. Hier zo het prachtige pand van het gesticht van Nicolaas Staal, van oude lieden. Heel mooi, 1663. Fantastisch pand. Ja, de vraag is of die luifel hier bij de entree, of die nu wel had gemoeten. En of die op die manier had gemoeten. Echt heel storend is hij niet. Maar elk element dat in feite het straatbeeld verkleint, dat vind ik toch ergens wel jammer. Dus wat mij betreft zou je er rustig af mogen. Voor de rest is dat pand prima in orde. Of nu het kiezen voor dat melkglas of dat getekend glas op de verdieping nu zo wenselijk is, vind ik van niet. Maar dat zal vermoedelijk vanuit privacy overwegingen het geval zijn. Dan wat me opvalt, dat is dat er heel veel reclames zijn die zich bevinden op een tamelijk grote hoogte. En ook dwars geplaatst met lichtbakken enzovoort. Ik zou daar in een historische binnenstad toch heel terughoudend mee zijn. Ik vind dat dit soort elementen, dat die toch het totale beeld verstoren. Ik vind ook dat ze absoluut geen toevoeging zijn aan het geheel. En ik vind zeker de reclames die zich bevinden op de verdieping waar gewoond wordt.
dat dat eigenlijk uit een bozen is. Zoals ze dat bijvoorbeeld vinden daarachter bij die trapgevel, bij Hogeboomspoort. Het zijn toch onderdelen die je in feite niet zou moeten willen in zo'n historische binnenstad. En dat achterdoor, als ze dat zien bij blokken, ook nog verticaal geplaatst, dan is het buitengewoon ongelukkig. Dat geldt ook voor KLM, daar zitten we een stuk verder in de straat. Maar ik denk dat het hier heel goed zou zijn als in samenspraak met de middenstanders en met het gemeentebestuur en met het Gelders Genootschap en de commissies die daarover gaan, duidelijke afspraken gemaakt worden voor een reclamebeleid dat ingetogen is, dat respectvol is en dat tegemoet komt aan de wensen die daar bij de middenstand leven. En aan de andere kant wat vanuit een stadsbeeld verlangd wordt. Want het risico bij elk van de reclames is dat als iemand een reclame aanbrengt, vindt dat de andere vindt dat hij weer iets meer moet aanbrengen. En dan krijg je een spel dat het stadsbeeld absoluut niet ten goede komt. Ook vlaggen buiten hangen, andere dan de Nederlandse vlag of de Oranje vlag. Wanneer er feestdagen zijn, vind ik ook elementen die niet kunnen. Ze hebben de DA. Daar gebeurt zo ongeveer alles wat naar mijn mening nu niet mag. Dat is de buitenstalling, dat is dat bord wat er wordt aangebracht tegen de pui aan, die manden plaatsen. Ook zeg maar die uitkraging daar bij de entree, met die luifel die veel te zwaar is. De hemelwaterafvoer daar, die buitengewoon ongelukkig is. De vlaggen die daar geplaatst worden. Maar ik denk dat het hier heel goed zou zijn als in samenspraak met de middenstanders en met het gemeentebestuur en met het Gelders Genootschap duidelijke afspraken gemaakt worden voor een reclamebeleid dat ingetogen is. Kijk, hier zie je een voorbeeld van hoe het met reclame ook kan. Keurig op een plek, op een lijst die geëigend is om reclame te voeren, ook met een lettertype en met de grootte van een letter. Dat absoluut niks mis mee is, ook in de kleurstelling een mooi antwoord is op datgene wat de rest van het pand vraagt. Dan zie je dat voor iedereen duidelijk is waar het om gaat. Ik bedoel, dat is ingetogen, dat is beperkt, dat kan prima. Hetzelfde geldt hier ook voor het pakhuis. Het is altijd de keuze tussen een meer historiserende reclamevoering of een moderne reclamevoering. Beide kunnen, hangt ook een beetje van het pand af. Maar het is natuurlijk een schril contrast met datgene wat gebeurt aan de andere zijde. Ja, daar gebeurt zo ongeveer alles wat naar mijn mening nu niet mag. Nou, wat je ziet, dat is dat er ketens zijn, nationaal en internationaal, die natuurlijk hun eigen reclamevoering hebben. Ik moet zeggen dat blokken hier zo binnen die lijst, dat wat minder een probleem is. Alhoewel ik absoluut geen voorstander ben van lichtbakken, want dat zal het ongetwijfeld zijn. En die verticaal geplaatste lichtbak is helemaal ongelukkig. Dat is ook absoluut niet nodig. Alsof hier iemand niet zou weten waar blokker zit. En dan heb je, dat is een proces wat zich in toenemende mate afspeelt. Dat is dat men aan de binnenzijde reclames begint te voeren. Waar weinig controle op is. Maar dan worden hele ruiten die worden afgeplakt. Dus het is hier wat moeilijker omdat daar een roedeverdeling is. Maar je ziet toch dat er een lint wordt gemaakt. En op die manier ervaart ook iedereen deze wand in toenemende mate als zijnde het grote pand van blokken. Persoonlijk ben ik een tegenstander van het samenvoegen van dit soort blokken. Ja, bij blokken merkwaardig als je dat op die manier uitdrukt. Dat betekent dat aan de binnenzijde vermoedelijk helemaal doorgebroken is. Dat is jammer. Want ik vind dat het individuele pand herkenbaar moet blijven. Niet alleen aan de zijde van de straat, dus aan de façade, maar ook in de structuur van het pand. Met de woonkamer, met keuken, met de gang, met de scheidingsmuren, de perceelscheidende muren. En ik denk dat hier toch, in strijd met deze toch beginselen van de ethiek van de monumentenzorg is omgegaan. Dat is jammer. We moeten ook leren uit vroegere processen. Ja. Het is 1972. Dat is een markant punt in de geschiedenis.
1972. Want hier zie je eigenlijk de omslag in het denken over hoe om te gaan met monumenten en met historische bebouwing. We moeten ons realiseren dat Monumentenwet in Nederland pas van 1961 is. En toen werden individuele monumenten door het Rijk beschermd. En werd ook de mogelijkheid in het leven geroepen van het beschermen van stads- en dorpsgezichten. Maar direct nadat die wet in werking trad, toen moesten de lijsten met objecten die op die monumentenlijst zouden komen ook bij de gemeentebesturende bus dwarrelen. En toen konden ook particulieren eventueel bezwaar aantekenen tegen het feit dat ze in dat monumentenregister geplaatst zouden worden. En wat betekent dat? Dat betekent dat het een hele tijd heeft geduurd voordat die lijsten ook daadwerkelijk effectief waren. En tussentijd kreeg je de gedachte dat de steden aan vernieuwing toe waren. Dus er moest stadsvernieuwing plaatsvinden. En toen kreeg je het bizarre gegeven dat de objecten die op de Rijksmonumentenlijst stonden, die werden bewaard. En al hetgene wat niet op de lijst stond, dat werd gesloopt, althans een groot deel daarvan. En dat was een merkwaardige bijwerking van de monumentenwet, dat toen gedacht werd, het enige wat waardevol is, is datgene wat op de Rijksmonumentenlijst staat. En de rest zou niet belangrijk zijn. Dus toen is er toch een behoorlijke sloopmoede geweest. En dan vind ik deze gevelsteen, die vind ik eigenlijk wel interessant. Ik werd hersteld door toedoen van leken. Ze vonden het zonde mij af te breken. En dan zie je dat er nog een beetje de dominante taal uitklinkt van mensen die als leken beschouwd worden en die het zonde vonden om af te breken. Je zou kunnen zeggen, en het ging om de mensen die toen de wijsheid hadden om iets in stand te houden. En dat is dan een herformulering van die spreuk. Is een beetje indicatief voor de tijdgeest. Ik vind het wel interessant. Kun je een verhaal bij vertellen?